Stadsplein hier midden in Amstelveen. Ja. Het is een beetje moeilijk te zien, maar het zijn wat schakeringen, hè, van donkere en lichte. Ja, het zijn vijf verschillende grijze tinten, Bonstraatstenen. Niet die vijf. Het zijn er vijf. En die hebben het dus zo gelegd dat het vanaf de afstand een heel mooi beeld geeft van de toekomstige zon. Ik zal zo meteen van boven ook nog even een foto ervan maken. Ja. En dit is inderdaad al gekeken. Vanmiddag komt hij ook in Grafterij. Ja, Grafterij heeft daar gaan we hetzelfde portret. Het is 5 bij 7 meter. Dat is een heel mooi portret. En een grote afstand. Ik kan wel zien hier tegenover de nieuwe plek. Die heb je gehad van 2 meter. Die is een kaartje. Meneer burgemeester, de wethouder en omwonenden ook hier van dit plein gegeven. En net zoals Struik Verwo en de aannemer, Duurgaat-meneer. Ja, ontzettend leuk om hier in Amstelveen te zijn. Het was natuurlijk ontzettend zuur dat had hoop dat de koninklijke familie hier zou komen op 30 april van de hele dag. Waar ontzettend veel vrijwilligers aangewerkt hebben, waar iedereen mee bezig was. We waren net ook bij de leverancier van de gebakjes hier, die ook al zei, ja, ze waren hier aan het oefenen met de auto's, van AA-auto's, ze zouden hier uitstappen en dan komen ze niet. Vreselijk zuur, aan de andere kant natuurlijk ook ontzettend leuk dat Prins Willem-Mark soms dat die koning wordt. En er is ook natuurlijk ook een goede reden dat ze hier natuurlijk niet komen. Maar wij zagen dat, wij hoorden dat nieuws. En we dachten, ja, dat is toch wel triest voor de gemeente, voor de stad Amstelveen, dat ze nu niet komen. Kunnen we daar nou niet iets aan doen als betonstraatstenenfabrikanten in Nederland? En waar zijn wij mee bezig? Met z'n allen is natuurlijk het vergaaien van de openbare ruimte. Dat is natuurlijk mooi. Dank u wel. Betonstraatstenen, die kun je in alle vormen en in alle kleuren kun je maken. Dat zien we. Ja, als u het ziet, hè, ik zie natuurlijk overal beton, zetten voor de mensen die zeggen van, ja, kan je nou iets bij de omslag worden over een betonstraatsteen? Maar dat is juist het mooie ervan, want heel veel pleinen zijn natuurlijk verfraaid met betonstraatstenen. Wegen die daarmee aangelegd zijn, die verfraaien die openbare ruimte. Je kunt met betonstraatsteen ook het karakter van de weg natuurlijk aanpassen, hè, want heel veel mensen rijden over zo'n asfaltweg, die gaan ook echt hun gedrag aan die asfaltweg aanpassen. En met betonstraatstenen, met kleuren, met vormen, kun je een weg veiliger maken. Dus ik heb soms kon ik ook. Maar we hebben wel de lokale winkelier. De winkeliers hebben dus gesteund door een mooi Amstelveens kussentje te kopen. En ik wilde graag, een witte en een zwart. Maar een zwart. Zwart. Dus ik wil daar even over zijn. Hij ligt eigenlijk wel zo dat de witte steen, dat die de burgemeester, maar dat maakt helemaal niet uit. Ze zijn allebei even mooi. Een hele mooie, voor de techneuten onder ons, een deklaag van natuursteen. Dus hij blijft ook echt mooi. Het is een hele mooie kleur. Kun je heel mooi mee variëren. Dus u zult vreselijk lang een plezier hebben van dit. Dus namens alle betonfabrikanten, of alle fabrikanten van betonstraatstenen, de president, wil ik u voor het aanbrengen. Aan de rand? Ja, dit zijn de twee stenen. Maar dit lijkt geen gezicht, hè? Dit is nog de rand of zo? Dit is helemaal het rechtsonderpuntje en wat iets harder nog in de handen gehad. En daar kunnen we direct de straatsteden in gaan leggen. En je kunt dus, ik vroeg het net al hier aan onze eigen mensen,
je kunt dus blijkbaar in die steen, met die steen, alles maken. En het blijft dan ook in kleur. Ja, dat, kijk, ik, dat is voor de mensen te liefhebbers. Voor liefhebbers. Dus deze potlaag, daar zitten dan de hele dure steentjes in. Een mooie kleursteen, echt een natuursteen. Dus zo uit de berg vandaan, dus dat blijft ook. Dat verkleurt verder niet. En dat is gewoon echt de kleur van steen. De ondersteen, dat is dan een gewone beton. Dat geeft de sterkte en het gewicht en de stabiliteit aan de steen. Ja. Ja, dus zo is zo'n steen opgebouwd. Het leuke is dan ook weer dat je natuurlijk deze, dat, ik weet niet of het met deze steen ook zo is, maar als je betonstraatstenen kun je heel goed hergebruiken. Als je dus het weer weghaalt, je vermaalt het weer, je gebruikt het weer in de beton. En beton is natuurlijk eindelijk recyclebaar. Je kunt ook heel mooi in die ondersteen kun je dus materialen recyclen als je dat wil. Ja. Dus een mooie groene steen maken. En die toplagen zijn een hele hoogwaardige laag. Nou, hoor, ik bedank u vriendelijk. Zeer symbolisch in de tranen van de emotie. Dat is dan vanochtend PNW-debat. En nu mevrouw Adenkoffer, die speciaal langs is gekomen, 2 jaar. En namens de Verenigde Betonstraatstenenfabrikanten in Nederland krijgt mij dit aangeboden. Nou begreep ik uit het voorgesprek dat er dat eigenlijk doen was dat we een deel van het portret zouden doen, maar dat was een te grote steen. Die was te zwaar. Ja, dat was eventjes. Er ligt ook een steen bij met aangeboden door. Ja. Maar ja, dat was inderdaad te zwaar. Oh, dat is het. Maar en het portret, hiermee maakt u gewoon echt het portret af. Ja. Maar het portret is dus ook in deze steen. Ja. Ja. Dus er zitten 5 verschillende grijstinten in. Waar het portret mee gemaakt is. En ik ga ervan uit dat ook de gemeente Graf de Rijp deze troostprijs in ontvangst mag nemen. Ja, deze troostprijs die eigen hoofdprijs is. Hetzelfde is ook 5 bij de 7 meter hoog in Graf de Rijp. Oké, ik wil vanmiddag de laatste steen leggen. En ik neem aan dat ik ook namens de wet voor openbare ruimte sprak. John. En infra. En infra. Ja. En verkeer. Erg leuk. We gaan het zien. Ja. Wat is de bedoeling nu dat we erheen lopen? Dat we even naartoe lopen en dan krijgt u onder deskundige leiding van onze eigen bouwers. Oh, hij wordt geïnterviewd. Deze uitzending is niet leuk. Ik ga gewoon aan het werk. Het is een geintje. Die kent meneer Bos niet, maar ik wel. Dus ik denk, nou ja, dat moet kunnen. Maar u gaat echt aan het werk. Ik ga echt aan het werk. Handen uit mouwen. Ik wil het op 3 dingen worden. Ik ben het alle 3 niet geworden. Kok, journalist of straatmaker. Ja. Ja, zeker. Ik ben het alle 3 niet geworden. Wat ik wel geworden ben, daar sta ik maar advies op in Bos. Zo is het. Even kijken. Hoe is de burgemeester echt aan het werk? Ja, dat zei meneer Bos net ook al. Terugkeer, dat vind ik ook wel. Ja, eindelijk weer. Ja, gaat hij weer door de knieën. Ja. Zo ziet meneer Bos het ook graag. Ja, dat is ontzettend mooi uit. Maar waar kunnen ze dan meneer, is iemand van de bibliotheek? Ja, precies, prachtig. Ja, een foto is prachtig. Hij is ook echt prachtig, want nu kun je het ook magnifiek dat het heel mooi is. Ja. Nou, we gaan bij de foto en ik collega Levi keert op de laatste steen vast. De laatste steen vast. Dank u wel voor de eer. Heel erg bedankt.
zowel naar Gasterij als naar Hansel Venus. We hebben volgend jaar echt de hoofdprijs, maar dit is wel natuurlijk leuk. En ik hoop dat veel mensen ervan genieten. En vooral als straks de bibliotheek weer open is, dat iedereen het dan mooi kan zien. Maar misschien kunnen, is het, doet de hoogwerker het? Ja, die doet het eigenlijk. Ja, kunnen straks misschien mensen die dat leuk vinden gaan kijken. Wethouderleven van Openbare Ruimte gaan heel veel dank aan de Verenigde Betonstraatstenenfabrikanten. De aannemers, onze eigen mensen van de Openbare Ruimte. Met heel veel plezier de laatste twee stukken herinneren. Ik doe eerst het stuk van Wethouderleven de Zwarte. En dan tenslotte doen we de... Als je legt erin, mag ik erin schieten. Schiet je handen op in je houding. Moet ik dit zo even doen? Oké, tot straks. Kijk. Je moet vasthouden tot tussen. Doe maar. Moet je hier beginnen? Ja. Komt er nog wat tussen? Ja, maar deze is al. Ja, maar laatst zal ik niet beginnen met die rode. Let op de koningin en zo. Ik wil wel eens mee doen. Ja, ik zal er niet. Niet om in het Nee, heel zachtjes.